Ja, dan moet je er maar op. Ik maak een film voor Spartakus, jongen, dus moet jij er ook op van. We hebben de helft van de richters. Dus, kilo. 5 kilo erbij, 275 kilo. Mooi. Ja, kom op,
uiterste gebeurt en dan is dat nog wel eens natuurlijk. Winnaar Ferry van der Meulen, Piet van Rijs. Kom maar, Jaans. Goed morgen. Sterker uit. Kom op. Kom op, Jaans. Rustig dan. Staan dan. Is dan hele berg. Na Harry van der Brand, Piet van Haren, Frank Vuisman, Charlie Helling. Kom op, Erwin. Beste moeder, hem is aan. Tweede beurt, 150. Dit is de derde beurt. Dat is de tweede poging om 150 kilogram hoog te drukken. Ja.
helaas halve gereedheid loopt, tussendoor even. Het squatrecord is hier kwijt aan deze man, Harry van der Brand. Die verbetert het al even. Met 5 ons. En datzelfde gaat misschien proberen met het bankdrukken. Moeder Vuurman. 2 jaar oud record. Gaat misschien nu sleuvelen. De bereiding ook op de film zitten, is juist leuk, man. Voel jij aan het hof? Moet je ja zeggen? Ja. Oké, okay. Een echte film, man. Net zoiets als, als Rocky 2 of zo. Hé, hey, Conan, oh ja, ik weet wat je bedoelt, ja. Anders neem je zo'n rood waard erbij, dan doe ik Conan. Rockmanator 1 is dit. Red Sonja. Ja. Hij zegt, beide groepen, ik bedoel, iedere groep zegt van zichzelf dat hij de beste is. Ja. En dat is juist een kenmerk, dus bestaan die verschillen ook. Ja, maar ik denk dat het in elke sport telt. Ja, het telt in elke sport. Maar als ja, je namelijk van overtuigd bent dat, dat je niet de beste bent, dan word je ook nooit de beste. Ja. Snap je? Ja. Als jij al met de negatieve gedachte in je hoofd hier naartoe gaat, en je denkt, ben je eigenlijk, nou, ik hoop dat ik tweede word. Ja. Ja, dan, met een beetje massa word ik tweede, ja. Dan met een beetje massa word ik tweede. Of hopelijk breekt er een been. Of, Maar het zit niet alleen in sport, hè? Want we hadden het onderweg over van. Als je bijvoorbeeld voor een club bent, ja, en die club die wint, bijvoorbeeld je bent voor Feyenoord, voor je ja, bent voor Ajax, hè, van Amsterdam, en Ajax wint, dan is het we hebben gewonnen. Ja. Maar als het er verloren is, dan zeggen ze hebben verloren. Dus er is altijd iemand. Je zit in de race. Nog steeds. En nou maar proberen om het uiterste eruit te halen. Kom op, Frank. Hard weg, hè? Hop! Larry Hemming. $172. Kom op, best door. Gereedhouder af de wind, Janus Snijder. En dan gaan we verder met de derde beurt van deze groep. En dat is dan Piet van Haren, Frans Thuisman. Dan verloopt hij naar Arie. Arie gaat 187 halen proberen. Kom op. Hop. Altijd gereed voor Ab de Wit. Tijd 2. Ab. 97,3. Janus. 99 kilo. Vrij licht. Maar hij heeft wel het zwaarste gewicht voor zijn rekening. 195 kilo. Halve gereed van Janus Snijder. Op Janus. Ja, dus heeft al wat records op zijn naam staan. Onder andere bij de Masters. Zowel in het 90 kilo klasse. 100 kilo klasse. Ze zijn allemaal op zijn naam. Derde beurt. Altijd vreselijk zwaar. We gaan even stil houden voor Frank. Spanning. En een harde beurt, hè. Hop! Kijk! Ja.
spanning, hè. Kom op. En weg. Rek. Oh, Ferry, dat is goed, hè. Kom op. Kom op. Oh ja. Kom op. Door. Rek. Ja, ja, ja. Al te gereed. Voor jou, hè? 92,5, Eirik Groeneboom. Reethouder Ad de Wit en als laatste van deze groep Janus Snijder. En dan gaan we gelijk door met de spanning erop, hè? Kom op. Onder andere ook een Europees record op zijn naam staan met 207,5 kilo. En dan sinds vorig jaar, halve gereed, tijdloop. Sinds vorig jaar staat het Nederlands record voor Janus op 213,5 kilo. Dus die 200 kilo, dat moet je doen. Janus! Voor jou. Ja. Ben druk en al. Nou door. Helaas. Ja, kun je alles hebben. Nooit opgegeven. Frank, buiten. Ja. Spannend. Fel. Klopt, je kunt het makkelijk. Helaas. Kom op. Voor Janus Snijder. Ja, nou gaat hij. Heel druk omhoog. Doe het! Hoppa!
hè? Halte gereed. Tijdloop voor Janus Snijder. Janus, wil ik zien, hè? Janus. Dit ken je, kom op. Janus, klopt dan. Witte lampen, dus. Kom, Piebe. Rustig, hè. Staan. En spanning. Hop. Kom maar. Hop. Oh, kom op, kom. Ja, dit is het. Winnaar dus voor Jan van Doortschot en in de tweede groep Witman tegen Gerard van Doorn. Tweede beurt. Ja, drie woorden, 5 euro.
Kom, Rob, wij gaan maar. Kom. Ja. Kom. Kom op, hè. Pas, pas. Ja. Zet vast. Spanning erop. Wat? En gaan. Een 125 plus kost.
Peter Bongers en Jan Kater. Kom, Robby. Even de zaalborstel over, de zaad, de staan.
goede grip te krijgen en alles zal te gereden. Pas hè? Kom op. Allerlei strijders in de 125 plus klassen. Kom, zet hem goed in. Tot de sterkste in deze kamer.
Oké, Pieter Faber, van harte gefeliciteerd met je 825 kilo als tweede. Jan Hardebol, 725 kilo. Jan, waar zit je? Jawel. 725. En als derde ook 720, maar ja, die weegt iets minder. Zo, dat was 725. Dan gaan we 720 kilo voor Jan Kater. Jan Kater, staat te krijgen nu echt een paar zware wegen hier op het podium. Als eerste Rob van den Tak weegt bijna 125 kilo. Als tweede Gerard Groeneloon, 815 kilogram. Gerard, zat niet helemaal mee vandaag, maar je hebt nog wat om te strijden de volgende keer. Tweede, derde, Gerard van Doorn, 745 kilo. En we 1, 2 en 3. En dan heb ik ook de heer Beuk, die ook buiten meedeed, mee ons meedeed. We gaan als ruim 50 kilo van. We gaan naar de ton toe. En dat is tot nog toe alleen maar gehaald door Kees de Vreug, Zevenaar, in 1985. En ik hoor hier zeggen Simon Wilson, maar dat zie ik zo nou hier niet staan. Maar het bepaalt van ieder geval Kees de Vreug op 1200 kilo. Corrie zit er al aardig vlakbij, 950 kilo van. Als tweede, de Nijenhuis, Wiebe Nijenhuis. Wiebe, 840 kilo van. Hartelijk gefeliciteerd en veel succes de volgende keer. Dames en heren, dit was de Nederlandse kampioenschappen van de A-klasse in 2019. Veel tijd ervan. Niets noodloos. Stoel, 35. I'll be back.